ga voor u een krans maken, een krans op poten met een bijzondere techniek, namelijk werken met tegellijm en een leuke, spannende bezigheid. En ook heel verrassend wat voor een eindresultaat het met zich meebrengt. Een waanzinnig stuk voor buiten op de tuintafel met deze mooie nazomerse temperaturen. Tijdens het begin van het maken van het stuk kunnen we ons even weer lekker kind voelen. We gaan namelijk even knoeien met tegellijm. Ik heb hier een beetje water, een zak tegellijm. Lees achter op de verpakking even de goede verhoudingen. Even goed roeren. Nou, nadat je goed geroerd hebt en een mooie gelijkmatige substantie hebt, is het materiaal klaar om te gebruiken. Wat ik wel altijd eventjes doe, is even een paar handschoenen. Dus niet omdat ik bang ben voor vieze handen, maar omdat het materiaal ontzettend je handen uitdroogt. Dus nadat je klaar bent, dan heb je echt een week lang van die hele droge, stroeve handen. Dus ik doe altijd even van die handschoentjes aan. En aan de andere kant, je kunt ook gelijk lekker doorpakken. Ik begin met de strookrans en die wil ik eigenlijk zo dadelijk helemaal gaan besmeuren met die tegellijm. Voordat je dat doet, is het belangrijk dat je eerst even een paar poten onder de krans gaat maken. Dat doe ik als volgt. Ik boor even met een goed scherp mes of snoeischaar een gat erin. En dan ga ik even wat poten van takken in deze krans boren. Zorg ervoor dat de poten een beetje gelijk zijn. Even gelijk afknippen. En wat ik daarna als extra stevigheid nog eventjes doe, is even een beetje van deze hete lijm. En dit voorkomt dat de poten uit de krans valt. Vervolgens zetten we de krans met poten rechtop. Pakken we de tegellijm en dat besmeuren we er overheen. Dat mag er lekker afdruipen. En op deze manier gaan we de krans helemaal bekleden. Ik had er gisteren al eentje voorbereid, want het heeft bijna een dag droogtijd nodig. En dit is het resultaat. Je ziet dat het heel mooi lichtgrijs opdroogt en dat het mooi doorloopt in die whitewash pootjes, in die whitewash takken die eronder zitten. En dat geeft een heel mooi totaalbeeld. Nu ga ik hem aankleden. Ik ga er met allerlei bloemen en planten en dergelijke op werken. En wat ik vooral erg mooi vind, dat zijn de echeveria's. Dat zijn een soort van vetplantjes. En ik vind dat ze er waanzinnig bij kleuren en die ga ik in dit stuk verwerken. Ik kies ervoor om de echeveria's een beetje random te verdelen. Even een groepje bij elkaar, sommigen iets verder van elkaar. Die keuze die maak ik bewust omdat de takken hieronder ook niet allemaal gelijk zijn. In de natuur groeit ook niet alles symmetrisch. Dus om een zo natuurlijk mogelijk beeld te krijgen, vind ik het mooi om het random te verdelen. Vervolgens pak ik alle bloemen die ik erin wil gaan verwerken. Ik heb hier ezelsoor, dat is een mooie grijs tint die erbij komt. Ik heb hier wat stielgras, wat ik erin wil gaan verwerken. Een heel leuk anjetje, echt een tros anjetje. En als laatste een distel. Verse bloemen moet je eigenlijk altijd met koud lijm plakken. Disteltjes daarentegen kun je makkelijk met hete lijm plakken. En dat komt omdat ze erg hard zijn. En de hete lijm eigenlijk verder niks met deze bloemetjes doet. Dus ik knip de kopjes eruit. Vlak onder het kopje, dus dat het steeltje volledig weg is. En op deze manier heb je veel haartjes en dingetjes waar die goed aan kan plakken. Een druppel hete lijm erop. En op deze manier kleed je dit stuk aan. Haal alle lijmresten weg nadat je klaar bent met de hete lijm. Vervolgens ga ik naar deze ezelsoor. Vind ik altijd erg mooie blaadjes. Een hele mooie satijnen glans heeft hij en staat prachtig bij de kleurschakeringen die ik tot nu toe gebruikt heb. En deze blaadjes gaan we vastzetten met koud lijm. Als je dit met hete lijm zou doen, zou je de blaadjes verbranden en worden de blaadjes bruin. Dus vandaar de koude lijm. Zodra het laatste blaadje erin zit, gaan we de anjetjes erin verwerken. De anjetjes gaan we ook met koud lijm doen. Het is een heel grijs-blauwig stuk geworden, dus ik vind het eigenlijk wel leuk om er nog een klein subtiel kleurtje aan te geven. Dus ik kies ervoor om de anjetjes te knippen die een mooi bloemetje al hebben, dus de knopjes niet. Zo, wanneer je voldoende knopjes of bloemetjes geknipt hebt, dan kunnen de rest weer op de vaas. En gaan we deze bloemetjes verwerken. Ook daarvoor gebruik ik weer de koudlijm. De anje die kan slecht tegen hete lijm. Wat erg leuk is, is om de anjetjes tussen de echeveria's te doen.
En daardoor lijkt het net of ze gaan bloeien. Zodra er voldoende anjers in zitten, krijg je al een heel leuk beeld met die bloeiende echeveriaatjes op deze manier. De finishing touch vind ik in de stielgras. En de stielgras ga ik nog een paar lijnen mee maken. Stielgras kun je heel goed droog verwerken. Ik knip wel even de onderkant eraf, die is vaak wat lichter van kleur. Dus ik wil wel een mooie, effen groene spriet hebben. Wat je doet is, je klemt stielgras tussen een echeveria. Niet helemaal doorboren, maar gewoon eventjes erin klemmen. En vervolgens kun je hem heel voorzichtig langs de krans oplijnen. En het uiteinde ook weer in een echeveria prikken. En op die manier krijg je nog wat mooie, subtiele lijnen eromheen. Het is altijd belangrijk om het stuk tussendoor ook even te draaien, dat je alle kanten ziet en mooi maakt. Zo, en op deze manier maak je een krans op poten met tegellijm. Je kunt natuurlijk variëren in uitstraling. Je kunt andere echeveria's kiezen, andere bloemen. Je kunt hem ook wat spraakmakender maken door de krans eerst te spuiten. Dus dan doe je eerst de tegellijm. Zodra die droog is, is het ook heel leuk om er een kleur overheen te spuiten of met latex te beschilderen. Je kunt er op deze manier echt kunstwerkjes van maken.